Wat leeft er in Papendrecht? Zakelijk, politiek en op straat. Wij houden je op de hoogte. Papendrecht Actueel. Hoe belangrijk is voor de gemeente zo'n organisatie als STUIF? Nou, het is heel belangrijk voor de gemeente, maar ik vind het veel belangrijker voor de kinderen. U heeft zelf kunnen zien, meer dan 300 kinderen zijn vandaag actief hier in en rond het sportcentrum. En ja, dat is een fantastisch evenement, ook deze vakantie weer. En wat staat er allemaal op het menu in deze STUIF? We hebben een heel uitgebreid menu. Er zijn zoals altijd de spring-in waar de kinderen gewoon op diverse springkussens kunnen springen en koppeltjes maken en allerlei leuke dingen doen. Daarnaast hebben we een ruimte van die wordt georganiseerd door de Wasco. En daar doen ze sport aan spel, ze doen lasergamen en allerlei andere dingen gaan ze daar doen deze week. Dan hebben we in het zwembad elke middag hebben we zwemmen, maar alleen voor kinderen dan met een A- en een B-diploma. En hier op de buitenweide onder de tent hebben we dus een knutselhoek. Daar kunnen de kinderen knutselen. En vanmiddag is er dan, of iedere middag is er Mad Science. En dan komen ze proefjes doen. We hebben op de eerste etage hebben we het filmhuis weer, waar we ze even uit kunnen rusten als ze moe zijn. Daarnaast hebben we een smikkelhoek. Daar gaan ze allerlei leuke, gezonde en lekkere dingetjes maken. Zonder om op te eten haast. En dan hebben we ook nog een boxworkshop op de eerste etage. En dan helemaal achterin in de zaal hebben we nog een dansruimte waar ze al die kunsten die vanmorgen gepresenteerd zijn, zelf kunnen gaan leren. En dat doet de Bounce Squad en morgen dan Bounce. Dat is nogal uitgebreid. Een kind kan dat in één dag allemaal niet bolwerken, denk ik. Nee, daarvoor doen we het ook gewoon 4 dagen. Dus we hebben dan van maandag tot en met donderdag van 10 tot 3 zijn we er. En als een kind wil deelnemen, wat moet het dan doen om hier überhaupt binnen te komen? Sowieso hebben we aan de voorkant hebben we de voorinschrijvingen gehad. Dat doen we ook expres om te kijken, ja, wie zijn er binnen en hoe oud zijn ze en wat voor diploma's hebben ze. Maar mocht je dit nog zien en denken van ik heb nog geen kaartje gekocht, dan bestaat er nog de mogelijkheid om de dag voorafgaand aan de volgende dag een dagbandje te kopen na 3 uur en 8 uur 's avonds. Nou, ik wens jullie heel veel succes, maar zo te zien heb je dat al. Het is geweldig, ja. Dankjewel en ik hoop dat alle kinderen hierheen komen, want bewegen en sporten is zo belangrijk voor de jeugd. Ja,